Goedemorgen, mijn naam is Saak Maghi. Ik werk reeds 16 jaar voor Initial Loker. Vandaag geef ik jullie graag een rondleiding in een industriële wasserij. Even inchecken en mijn schort aan doen. Het takenpakket van iemand die in een wasserij werkt, hangt veel meer af van de plaats waaraan men staat. In de vuilsortering gaat men namelijk het vuile was sorteren. In de afwerkzone gaat men de was strijken. En hier aan de verzending gaat men de bestellingen klaarmaken. Mijn taak is voornamelijk uit de verzending. Goedemorgen, Sabine. Goedemorgen. Ik ben Dorin. Ik ben het werkgestel bij Neemkeus Madsen en ga nu beginnen aan mijn dagtaak. Mijn takenpakket bestaat vooral uit verantwoordelijkheid van de werknemers. Het sorteren, het triëren van de kledij. Ook maken dat alles klaar is voor de chauffeurs. Dan de chauffeurs niet moeten een half uur staan wachten 's morgens, dat alles op tijd klaar is. Dat is een verse lading die toegekomen is van Torhout. Dat wordt nu allemaal samen in één bak gedaan en dat wordt dan gesorteerd. Je moet ook kijken naar de etiketten, wat dat erin staat, als het wel in de per of in de KWL mag. Per is een hardere stof voor een vuile kledij. KWL is milieuvriendelijk, van koelwaterstof en is organisch afbreekbaar. Dat is ook als je hier begint iets dat je een beetje aangeleerd wordt. Wat mag je strijken, wat mag je niet strijken. Wat mag er gebleekt worden, wat mag er niet gebleekt worden. Dat is vooral heel belangrijk dat je de etiketten goed kent. Om dit werk goed te doen, denk je dat je tempogericht moet zijn. Efficiënt kunt werken en vooral wel proper zijn. Hygiëneregels worden hier wel gerespecteerd. Schorten dicht, haren in de knoop. Veiligheidsschoenen aan, in de vuilsortering handschoenen dragen. Opletten met zware pakken die je niet laat vallen of zo, of containers die je wel eens tegen je neer kunt krijgen. Dat zijn zo wat de voorschriften. Lang kan je, ja. De jonge sfeer op het werk. Er zijn heel veel jonge mensen. Temperatuur. Het is hier altijd warm om te werken. Je hebt een variatie in je job. Is wel aangenaam. Er is een mindere kant eraan, vind ik, als het echt heel warm is. Dan vind ik het minder leuk. De leuke kanten. Dat er een hele goede samenwerking is. Dat er wisselwerking is ook. Alleen dat is goed voor de teamgeest. Zo, dat was het. Mijn dagtaak zit erop. Tot ziens. Bye.